Yo beste kijkers van de Cool Eagle Channel, vandaag weer een gloednieuwe video. Vandaag gaan we natuurlijk een Mytopia doen. En wat gaan we vandaag in Mytopia doen? We gaan eens eventjes mijn kledingkisten uitsorteren. Want we hebben heel veel kleren zoals jullie weten. En nu had ik een goed idee, laat ik het eens eventjes een keer gaan sorteren. En dat doen we meteen in een video, zodat jullie ook kunnen zien wat ik eigenlijk allemaal heb. En dan ga ik ook vooral kiezen tussen mijn collectum items en alles wat ik dubbel heb. Laten we eens beginnen dat we in de onderste kist alle... Ja, waar gaan we ooit beginnen? Weet je wat we gewoon gaan doen? We gaan gewoon setjes proberen te maken. Zo makkelijk is het. En wat ik wil gaan doen is als volgt. Ik wil setjes gaan maken zo van wit. Wit. En wit. En dan doen we deze sportschoenen onder. Dan hebben we hier wit. En dan hebben we hier, even kijken, wit. Mondig net, wat heb ik veel wit, joh. Wit. En wit. Non de knetter. Dit is echt mega veel wit. En dan hebben we die. En dan hebben we... Hebben we nog een keer sportschoenen? Ach, we hebben nog meer wit. We hebben echt heel veel wit. Waarom is deze wit anders dan die? Of lijkt het wel zo? Het kan zijn dat het zo lijkt of zo. I don't know. Maar in ieder geval, dit hebben we... Oh, we hebben twee full setjes. Nou, als we dit dan even zo doen. Kijk. Tadaa. Ja, we hebben trouwens geen witte boots. Dat is dan wel weer jammer, maar dat maakt niks uit. Dan hebben we even kijken. Dan gaan wij... Hebben we nog iets compleet? Ja, we hebben, deze hebben we trouwens ook compleet. Dan gaan we hieronder gaan we alle complete setjes neerzetten. Heb ik nu die schoenen ook vast? Of mis ik nu iets? Oh, wacht. Nee, ik heb alles in mijn hand. Ik wou zeggen... Ik was heel even bang dat ik iets miste, maar ik mis helemaal niks. Dan hebben we hier natuurlijk onze Golden Age setje. Dan hebben we hier zo heel mooi Cassis. Maar hebben we ook het Cassis hoedje? We hebben geen Cassis het, hè? Nee. Dan hebben we hier Dark Earth. Die was ook bijna compleet zoals ik het wist. Even kijken. Die mag dan ook hier naar onder. Alleen voor Dark Earth heb ik de schoenen niet. Zo, kijk, dit hebben we in dit setje. Dan hebben we... Dit setje hebben we trouwens wel helemaal compleet. Want die heb ik gisteren pas gekocht. Dat is één ding wat ik zeker weet. Dat is onze lauwe boots pakje. Waar ik trouwens heel erg blij mee ben. Want ik vind hem echt awesome uitzien. Die heb ik een gedeelte trouwens compleet gemaakt in een andere winkel. Het bovenste gedeelte heb ik in één winkel gehad. En het onderste gedeelte was eigenlijk wel grappig. Dan gaan wij even verder. Waar hebben we nog steeds een setje van? We hebben hier twee van deze. We hebben Deep Red. We hebben trouwens ook wat meer van dan toch alleen deze, dacht ik. Nee, is dit echt het enige wat we van Deep Red hadden? Ik dacht echt dat we meer hadden van Deep Red. Nou, dit is dan Deep Blue. Dan pak ik eventjes de duurdere kleren erbij. Ik zie dat ik trouwens Bronze Gold ook dubbel heb. Ik heb echt zoveel dubbel spullen. Nou, dan is dit even kijken wat ik heb van Deep Red. En ik heb trouwens vandaan ook Pacific Blue. Daar ben ik ook echt super awesome blij mee. Dat heb ik ook gisteren gehad. Dit hebben we van Deep Blue. Eigenlijk wil ik deze Deep Blue, daar wil ik de chestplate ook nog van hebben. Kijk, ik kan tijdelijk deze er neerzetten, maar het ziet eigenlijk niet uit als ik dat doe. Dus doen we maar niet. Dan hebben we Dino. Hadden we trouwens ook heel wat van, dacht ik. Dino. Of ik bedoel, wacht, dit is T-Rex. Dit is Dino. Dit is Droen. Dit is ook Droen. Droen. Ik heb, nee, die heb ik ook dubbel. Waarom heb ik zoveel dubbel? Dit is dan Vegan en Grail. Even kijken hoor. Wat heb ik hier dan? Dit is Grail. Dit is Groen. Dit is Mint. Mint is trouwens een van de nieuwe collectie items. Daar ben ik echt super blij mee. Dit is seizoen 7, dacht ik. Grail. Of ik bedoel Mint. En dan heb ik grele boots en grele schoenen. Nou, die heb ik dus ook niet losse flodders van. Dus deze zetten we zo neer. Want dan kan ik er altijd nog iets boven doen. Dan hebben we eens even kijken. Ja, nu wordt het steeds moeilijker. Dan hebben we lichtpaars. Hebben we nog een klein soort setje van. Dan hebben we nog... ik wou zeggen, blauw hebben we twee collectum items van. En bruin hebben we. Bruin moet ik trouwens nog ooit de schoenen van. Dus heeft iemand de schoenen? Laat even weten. Ik heb namelijk al interesse in jouw schoenen dan. Dan zetten we hier trouwens het paarse setje even neer. En dan zetten we deze even hier zo neer. Want die hebben we te veel. Dan doen we dit en dan... Ik had nog iets van paars. Wat had ik nog meer van paars? Ik had nog meer paars. Wacht even hoor, ben ik nu helemaal de kluts kwijt? Paars. Volgens mij ben ik nu kleren door elkaar heen aan het halen. Oh wacht, nee, dat was inderdaad het bruin setje dat moest hier komen. Ik wou zeggen, iets klopte ergens niet. Maar in ieder geval het bruine setje is dit.
Tadaa. En zoals jullie kunnen zien mis ik daar nog de schoenen van. Als ik die nog ooit heb, zou awesome zijn. Deze haal ik trouwens eentje omlaag. Zo. Dan kan hij eventueel nog ooit een keer witte broek als ik hem nog een keer heb. Nou, dan hebben we dus twee keer wit waar ik geen schoenen van heb. Dus heb ik ook niet schoenen van nodig. Ik heb nog een Cassus helm nodig. En een Dark Earth schoenen voor het setje compleet te maken. Verder heb ik eventjes kijken. Poeh, ik heb zoveel spullen nodig, hè. Ja, dus dat is een hele goeie. Dan hebben we hier grauw, blauw, blauw. Dit is lichtblauw en dit is normaal blauw. Dan kan ik in principe zeggen van, dan zet ik hier blauw neer en dan zetten we die erboven neer. Het wordt echt tijd dat ik één keer een hele kledingkast krijg, hoor. Nou, dan gaan we de rest van de kleren, die stoppen we even in deze kist neer. En die gaan we nu uitsorteren. Gaan we even kijken wat hier allemaal in zit. Want ik heb best wel wat spullen, zoals jullie kunnen zien. Ben even bezig met iets. Nou, in ieder geval, dit hebben we ook. Ja, ik moet heel eventjes deze kleren natuurlijk sorteren. En dat is even werk. Nou, dan hebben we hier. Eens even kijken. Zo. Deze gaan dan even hierin. Zo, kijk. En dan ben ik echt heel benieuwd, hè, wat we daar aan setjes nog eruit krijgen. Maar wat was er? Misschien kan ik wel even heel snel helpen. Als kleine vragen zijn, kan ik altijd meteen helpen. Zo, nou doen we dit. Kijk eens aan. Zo, mijn kledingcollectie in deze kist. Nou, dan is die nu leeg. Heb je kleding te koop? Wit setje. Paarse chest. Hoeveel? Doe een goed bot. Nou, ik doe altijd tegen bode. Dit is lichtpaars dan. Heb ik trouwens van lichtpaars ook alweer meer items? Ik had die toch hier ook al... Oh, wacht, ik ben lichtpaars vergeten. Ik wou zeggen, ik miste iets in deze kist. Maar dat was dus mijn lichtpaarse collectie. 9k. Nou. Dus je hebt niks te besteden aan... kleding. Zo. Ja, kijk, weet je, als jij maar 9k hebt en je moet een huis betalen, dan kun je vast en zeker niks besteden. Oh, turquoise is trouwens ook heel mooi, hè? Oh, trouwens, ik zie nog een setje. Die moet ik trouwens wel één keer laten repareren. Dat is deze. Dit is bruin met deze bruinder. Oh, jongens, dit gaat fout. Alles gaat fout. Nee. Zo, die moet daarin. En dan zetten we deze hieronder, onder die Pacific Blue, want dit zijn hele mooie. Dan hebben we natuurlijk nog de T-Rex groen, de blauwe hoed, de groene enchanted pants. Oh, wacht, die andere heb ik natuurlijk aan. Ik wou zeggen, koper heb ik aan, brownie heb ik aan en brownie aan. Oké, nou, in ieder geval, we gaan bezig met groen. Die vind ik dat die hier komt te staan. Hier komen alle enchanted items te staan. Komen hier gewoon boven elkaar te staan. Ik weet, het ziet niet helemaal mooi uit, maar het kan altijd slechter. Zo. Tadaan. Het is zo echt... Nou, dan moet je het zo doen, denk ik. Maar die groene pens waren trouwens ook best wel mooi, vond ik zelf. Nou, dan hebben we hier een hele kledingkist over. Nou, dan zie ik dat ik de hoodie dubbel heb. Nou, weet je wat? Ik ga eens even kijken. Ik ga gewoon eerst alle hoodies pakken. Of alle chestplates. En die chestplates die gaan we even nergens of ergens neerzetten. Even kijken. Misschien moet ik even kijken... ben daar namelijk mee bezig. Zo. Ben mijn kleren aan het sorteren. Nou, in ieder geval, nou, dan weten ze dat ook weer dat ik mijn kleren aan het sorteren ben. Hebben ze ook iets nieuws geleerd? Nou, in ieder geval, we gaan verder. Want we hebben natuurlijk... even kijken. Oh ja, we begonnen met de chestplates. Die gaan we allemaal op een rijtje zetten.
En wat ik even wil doen is dan de donkerste, die zetten we daar neer. En dan gaan we het naar steeds lichter doen. En dan denk ik dat hier naar Vegan komt. Lily, nee. Dit is Greel wel. Even kijken, ja, dan zetten we Lily neer. Turquoise, Greel. En dan zetten we daarna Bronsgold neer. En vervolgens... Oh ja, tuurlijk. Het past niet. Dus heb ik ook... Oh ja, ik heb ook roodje natuurlijk. Oh, ik weet hier geen afsluiter bij. Vooruit. Zetten we die neer. Ziet niet super mooi uit. Maar ja, het is beter dan niks. Dan gaan we hier van rood naar roze. Nou, van donkerrood naar dat. En dan maken we hier vervolgens paars. Die. En zo van. Kijk, dit kan nog wel, hè. En dan hier zo. Dit is een dubbele. Oké. Okay. Nou, dan pakken we even de broekies erbij. Den broekie. Wat is dit dan? Oh, dit is zalmkleur. Zalm. Hoe kom ik trouwens in één keer aan zalm? Die heb ik gekocht van... Ik weet het al niet meer. In ieder geval, ik heb vast en zeker wel zalm één keer gehaald. Oké, okay, nou. Hier ben ik altijd heel slecht in. Nou, dit is van Greel het setje. Dan hebben we hier oranje. Had ik van oranje geen chestplates? Ik heb wel oranje schoenen, lol. Ik denk ook dat ik de oranje chestplate had. Maar blijkbaar heb ik die dan weer niet. Dat is dan weer een beetje jammer. Dan maken we hier zo even kijken. Oh, die zetten we hieronder. Dit ziet wel awesome uit, denk ik. Onder grauw. Dan zet ik deze schoenen zet ik daar onder. En dan zetten we hier die onder. Oh, Greel heb ik ook bijna compleet. Daar heb ik alleen de hoed nog van nodig. Dan zetten we die daar onder. Even kijken, zo. Oh, zo. Ah ja, dat is ook wel een leuke combi. En dan zetten we de alligator pants onder de bronze gold. Dan zetten we donkergrijs onder hem. En dan zetten we de oranje onder hem. De zalm onder hem. Ik denk dat het hier trouwens best wel mooi onder staat. En dan zetten we deze onder hem. En dan zetten we de rotjochies head op die. En dan de David head op die. En de rode hoed op die. Nee, dat past ook weer niet. Zo, op die. Dan is dit een beetje een discotheek. Nou, dit zijn dus alle kledingstukken die ik heb. We gaan er eventjes heel snel langs. Qua chestplates is het grauw, bronsgold, Greel, turquoise, Lily, Vegan, groen, groen en groen. Oh, die heb ik dus dubbel. Dus die mag hier niet staan. En dan pakken we... dit is ook een dubbele. Dan pakken we deze... Verdorie, ik dacht dat ik alles net zo goed had neergezet. Nee. Blijkbaar niet. Zo. Nou, in ieder geval, dan doen we dit even hier snel een andere neerzetten. Maar welke zullen we daar dan neerzetten? Zullen we deze als tussenstap doen? Zoiets. En dan moeten even al die hoofdjes eentje naar rechts, denk ik. Of zetten die gewoon daar neer? Oh nee, nu ben ik hem helemaal kwijt. Ik had hem net zo mooi gestaan. Ja, joh. Kan dit? Oranje op groen. Ja, dat zou in principe moeten kunnen, toch? Maar we gaan er nog een keer door. We hebben qua chestplates grauw, lichtpaars, bronsgold, Greel, turquoise, Lily, Vegan, groen, T-Rex, groen, brandweerchest, hoodie, roodse en lichtblauw. En dan hebben we natuurlijk in deze kist hebben we dan nog zitten wit, Golden Age, Cassis, Dark Earth, Lau, T-Rex, Enchanted. Daar ben ik echt heel blij mee. Lichtpaars, Pacific Blue, blauw, bruin... En diep red. En dan heb ik natuurlijk ook nog de koper. Ja, gewoon koper enchanted. Dan hebben we ver... Ik mis iets, volgens mij. Ah nee, dat is die koper enchanted, volgens mij. Dan hebben we aan broeken oranje, holland, alligator, lichtblauw, Greel, spijkerbroek, donkergrijs, droen, oranje. En droen, nog eens een... Droen en droen, dat mag ook niet. Die is ook dubbel. Hij heeft geen broek. Hij krijgt gewoon geen broek. Oh. Hij heeft dus geen broek. Oké, okay, in ieder geval. Nou, dan hebben we dat. En dan hebben we hier wit. Golden Age, Cassis, Dark Earth, Lau, Bruin, Enchanted. Ook wel best wel leuk kleurtje. Deep Red, Deep Blue. Deep Red en Deep Blue ben ik ook super blij mee. Ik vind de Deep Colors sowieso heel erg mooi. Dan hebben we Greel en Blauw, Lichtpaars en Groen. Oh ja, dit is trouwens groen enchanted. Dan hebben we nog aan schoenen gewoon de sportschoenen. De deep red schoenen. Greel, lauw, bruin enchanted weer.
En dan hebben we vervolgens in de bovenste kist nog Oranje Holland, Zalm, Bronze Gold en Grail. En natuurlijk de Dino Boots niet te vergeten. Dan heb ik op dit moment aan Brownie schoenen, Brownie Enchanted broek. Daar ben ik echt super blij mee, want nu ben ik echt gewoon een eekhoorn en ik vind het echt super vet. En natuurlijk een Copper Enchanted. Dat is dus mijn kledingcollectie op dit moment wat ik heb. Als je zoiets hebt van ik heb nog iets om daar aan toe te voegen, let me know. Misschien zijn er nog gewoon hele leuke dingetjes. Ik zou zeggen, hey, kan je Skype? Nee. Nou, dan weet je waarschijnlijk dat ik in de opname zit. Maar in ieder geval, zou het wel goed wezen. Maar, ja, dat doet hij dan straks maar eventjes. Ik zal het hem trouwens heel even... Oh nee, kan ik niet laten weten nu. Ja. Wat is er? En natuurlijk trouwens, om niet te vergeten... heb ik ook nog sportschoenen. Die heb ik gisteren gekocht. Sportschoenen. En ja, daar heb ik nu even staan een schild. Ik heb trouwens een witte bril. Hoeveel heb je gisteren gekregen? Te veel. Ja, degene die gisteren mijn stream hebben gevolgd, die weet het allemaal. Maar inderdaad, ik heb wat dingen gekregen. Of ja, wat. Een beetje heel erg veel spullen, vond ik zelf. Ik was er gisteren echt helemaal stil van. Maar het was inderdaad, op een gegeven moment kwam Dennis laatst verstaan. In één keer had ik van alles en nog wat. En ja, en nogmaals, het is wat ik zeg. Dennis, super, 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 super duper bedankt, echt. Het is wat ik zeg. Ik zei ook tegen hem, ik weet niet hoe ik hem kan bedanken. Maar het is echt... Oh damn. Ik heb trouwens ook vandaan twee nieuwe plots. De plots die ga ik nu laten zien. Het is dit plot. En ik heb dit plot. Die zitten aan de beach. Die zitten een beetje van de portals af. Maar het is al wat ik zeg. Hier zo komt als het goed is deze week de winkel op. Eén van mijn winkels. En hier zo komt iets anders op. Want ja. Ze mogen niet aan elkaar worden gekoppeld. En dat vind ik trouwens ook helemaal niet erg. Want nu heb ik twee hele vette winkels dadelijk. Nee. Nee, denk het niet. Zo. Ik denk het niet. Want ik moet natuurlijk vanavond weer weg. En dan kan ik helaas niet live. Of ik moet heel laat live gaan. Dan heel misschien. Sowieso heb ik ook besloten om vaker Mytopia live te gaan streamen. Aangezien ik merk dat jullie het blijkbaar heel leuk vinden om naar te kijken. En dan heb ik zoiets van ja, daarom dan kunnen we ook best wel Mytopia gaan live streamen. Nou, verder heb ik eigenlijk nog veel updates. Ik heb... ga je niet... Zie je binnenkort. Coming soon. En ik kan wel één ding zeggen. Ik ben van plan om dit pand, echt letterlijk en figuurlijk, dat er gewoon alleen ik naar binnen mag. En pas op de dag van de opening, dat dan pas dat hij echt open gaat. Ik wil hem namelijk echt open laten maken. En maak een standbeeld van Dennis. op mijn dak. Heel goed het hoofd van Dennis erop zetten. Maar ik mag niet meer hoger. Oh. Nee, maar ik heb mijn huis al samen gebouwd. En ja, het wordt een heel vet... Of een huis, wat zeg ik me nu? Het wordt helemaal niet zo'n huis. Jullie zien het gewoon wel. Jullie gaan het wel zien. Ik ga anders veel te veel zeggen. Dat is niet de bedoeling. Maar ik kan wel één ding zeggen. Het wordt awesome. Hi. Ja. Kijk, hij zwaait naar jullie, jongens. Ryan die zwaait altijd naar mijn kijkers. Die vindt dat leuk om te doen. Kijk. Kijk. Gewoon Ryan. Je hebt fans. Ah, lol. Vindt hij ook wel leuk, hoor. En Mister is de... Panda. Is de pandabeer. Oh nee, koalabeer is het. De koala. Is het koalabeertje. Is het koala beertje. Hallo? Hallo? Geen koalabeertje? Oké, dan niet. Jammer. Hey. Ik weet niet waarom hij naar me aan het zwaaien was. Maar ik zwaai terug.
Kan ik trouwens achteruit nu ook sneller rijden met speedboots? Ik zou het niet weten. Maar in ieder geval, zoals jullie kunnen zien, dit is trouwens mijn nieuw outfitje, hoe ik mee over op straat loop. Mijn hele mooie, schattige eekhoorn kostuum. Ja, ik ben er zo blij mee. Ik vind hem zo awesome, dit eekhoorn kostuumetje. Dit is echt gewoon... Dit is trouwens het hoofd van Synthwax. En die zijn op dit moment tijdelijk in de verkoop. En ja, ik heb gelukkig een hoofdje weten te bemachtigen. En dat het trouwens ook nog niet voor heel veel geld. Volgens mij voor 5k had ik het hoofdje. Echt een awesome aankoop, want het past gewoon precies bij dit. En zoals jullie kunnen zien, ze zijn op de tijdelijke inkopen. Oh, moeilijke trapgold. Nou, in ieder geval, nu doe ik het goed. Kijk, deze heb ik. Ik vind hem echt schattig. Ik vind hem leuk. Dit is mijn hoofdje. En dan hebben we hier natuurlijk nog een ander hoofd en nog een hoofd. Maar ik ben altijd heel slecht in de naam, dus ik weet die twee niet. Ik ken alleen dit hoofdje en die vind ik heel erg schattig. Harm, Jeremy en het schattigste hoofdje. Ja, dat is goed. Ja, die heb ik op. Ik ben Eekhoorn Power. Nee, grapje. Maar het is gewoon zo awesome. Kijk hoe cute deze eruit ziet. Het lijkt net een eekhoorntje of een hamstertje. Zo van hamster. En als je dan bovenop kijkt, dan heb je ook nog een kop zitten. Maar ja, die kan ik helaas niet laten zien. Maar ja, in ieder geval, die kan ik wel aan jullie laten zien als ik jullie tegenkom. Dan moet ik alleen zo even hamsteren. Hij denkt echt van, what the fuck. Dan heb ik in één keer een heel ander gezicht. Nou... In ieder geval, gisteren hadden we trouwens een leuke party gehad. Die hadden we in het huisje van Dit is Lee. En daar ben ik trouwens ook uitgenodigd voor de house party, housewarming party. Dat is hier dit huis. Super vet, awesome, mooi groot huis. Dus hier deze. Dit hele mooie, rode, langwerpig huisje. En ja, het is wel wat ik zeg, het is ook een heel vet huis van Dit is Lee. En wij waren de hele tijd daar van boven naar onder aan het springen. En dan moet je hier inkomen. En dat is dan super duper gaaf. Nou... Ik moet trouwens even eten, want zoals jullie kunnen zien, ik vergeet nu te eten. En aangezien ik nu heel hard ren, moet ik ook meer dan genoeg eten. Jullie zullen me binnenkort heel veel vinden in mijn nieuw bedrijf. Daar ga ik verder met Gold Company, zoals jullie kunnen zien. Had ik ook weer Gold Company. Hoi. Zo, en dan zie je het. Dan staat er ook CEO Gold Company, Gold Eagle 29. En ja, dus dat betekent dat ik de CEO ben. Ai Smiley is de manager van Gold Company. En dan bij Goldfoot zoeken we eigenlijk nog een manager. Wie dat gaat worden, dat weet ik nog niet zeker. In ieder geval, er wordt een nieuw gebouw neergezet. Hier zo, daar zo, op het eerste plotje. Het dichtstbijzijnde plotje. Die zou er, ja, ik weet niet wanneer die er precies komt te staan. Maar dat zou een maximaal weekje zijn, denk ik. I don't know. Bouwbedrijf is best wel snel, dus daar ben ik super blij mee. Maar hier zo komt het allereerste bedrijfje te staan. En... Hij wordt awesome, hij wordt echt mooi. Ik verheug me er echt super op. Ik heb echt super duper veel zin om ze volop door te gaan met alles. En ja, we gaan er gewoon voor. En we gaan eens even kijken wat we met dat bedrijfje kunnen halen. Ik zoek wel nog medewerkers die veel online kunnen zijn. Want ik wil een actief bedrijf hebben. Waar dus als mensen eigenlijk hier de portal uitkomen, dat ze weten van... Hey, die is open. Leuk om eens een keer daar te kijken. Het wordt een gezellige, klantvriendelijke onderneming. Zo ga ik het even noemen. En ja, jullie gaan het vanzelf wel zien, joh. Dat komt helemaal goed. Ik ga eens even terug naar mijn andere gebouw lopen. Want wat we bij het andere gebouw gaan doen... I don't know. Ik ga eens even kijken of ik daar nog veel administratief werk moet doen of zo. En wat ik trouwens nog even moet kijken... De veiling... Ah nee, dan moet ik toch naar mijn gebouw toe. Die staat achter en dan moet ik eventjes iets gaan doen. Ik moet namelijk even kijken wanneer de eerstvolgende veiling is. Dan moet ik namelijk die stream eventjes afzeggen. Zodat ik dan ook volop ervoor kan gaan. Ik dacht dat hier iemand binnen stond, maar blijkbaar helemaal niet. Ja, als er ergens kleding te kopen is, hè, dan is dat... Ja, weet je, ik ben echt een kledingverzamelaar. En ik vind het echt leuk om te doen. Ik heb er best wel wat geld voor over voor de kleren. Ik wil natuurlijk niet te veel uitgeven. Maar ik ben ook niet een beroerd iemand die zegt van... Ha, ja, als iets 10k waard is, dan geef ik je... Maar 5k, dat ben ik ook niet. Veiling donderdag 7:30 beginnen. Donderdag om 7:30, dat kan ik niet. Dat is vandaag. Nee. Oké, nou dat betekent dus dat we niet naar de veiling kunnen. Helaas.
Dan moeten we even wachten tot volgende week. Want we moeten natuurlijk wel nog even naar de veiling toe. Want we hebben natuurlijk wel onze foodwinkel die ook gewoon open moet blijven. En ja, ik ben heel benieuwd of er al mensen zijn met een enig idee wat er gaat komen in de nieuwe zaak. Als er iemand is geweest die het heeft kunnen zien of wat even dan ook. Please, ga niet spoilen. Zou niet chill zijn. Maar ik, ja, het is wat ik zeg. Ik word echt de hele dag achterna gezeten. Nou, in ieder geval, zo. Ja, dus ze weten dus dat ik in opname ben. En dan zitten ze de hele tijd achter me aan. Oké, lol. Heb je dadelijk tijd? I don't know. Zo. Zo. Even alle keer. Wit. Geld? Nee. Geld. Monies. Oh, dit ligt er ook trouwens lekker rommelig bij. Momentje, even kijken. Ik kan niet tegen rommelige kisten. Tan. Nou, weet je wat, jongens? Zo. Succes met pakken. Nee, joh. Ik doe er iets anders mee. Zo, en dan gaan we hier naartoe. Dory. Kippetje voor jou. Hallo, kippetje. Kippetje. Daar. Zo, alsjeblieft jongens. Zo, kunnen we er ook weer vooruit. Die 20 kippetjes maken me dan ook niks uit. Dat heb ik vorige ook nog wel over. Kippies, kippie. Hey, trouwens, ik moest even iets kijken. Want heb ik hier trouwens geen kleren meer in liggen. Hey. Nou, oké. Jammer. Nou, in ieder geval, hopelijk vonden jullie het leuk om een keer een kijkje te mogen nemen in mijn kledingkisten. Ik ben er super blij mee. Ik vind ze echt super awesome, mijn kledingkisten. En ja, als iemand nog iets heeft om een setje compleet te maken, laat even weten. Of als iemand iets leuks heeft, een leuke collectie-item of zo, en die voor een leuke prijs kan aanbieden, laat me het even weten. Want natuurlijk, zoals jullie weten, wil ik gewoon een leuke kledingcollectie bij elkaar zien te verzamelen. Oké, ik draag ze bijna nooit, maar het is wel awesome. Kijk naar deze hamster slash eekhoorn. Ja, jullie kunnen het voorhoofd niet zien, maar in ieder geval, of er bovenop zit namelijk nog een hoofdje. Maar dat maakt verder niks uit. Ik zou zeggen, voor nu allemaal heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie deze video leuk en hopelijk zie ik jullie dan weer snel bij een gloednieuwe video hier op dit kanaal.